In Leeuwarden werd woensdag een grote inbraakpreventieactie gehouden. Het doel van de actie was om bewoners bewust te maken van de kans op een inbraak. Tientallen agenten trokken samen met de gemeente, het Openbaar Ministerie, woningbouwcoöperaties WoonFriesland en Elkien en vertegenwoordigers van wijkpanels en buurtpreventieteams de wijken in, om de bewoners op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen. Er werd hoofdzakelijk gelet op openstaande of niet correct afgesloten ramen en deuren. Makkelijke doelwitten voor inbrekers. De bewoners die thuis waren werden hierop aangesproken en kregen zo nodig een flyer met tips. Bij de woningen waar niemand thuis was werden voetstapjes achtergelaten met daarop preventietips. Alle deelnemers van Burgernet in de gemeente Leeuwarden kregen een sms-bericht met daarin de oproep om vooral aan inbraakpreventie te doen. Goedendag, u hoeft niet te schrikken, niks aan de hand. Goed volk. Nee, we zijn bezig met een inbraakpreventieronde door de buurt.